Breda Nu. Je weet het meteen. We staan hier bij Art Breda en we gaan binnen eens kijken wat er allemaal te doen is. Wat als organisatie heeft u hiervoor moeten doen? Omdat het een parkeerterrein plaatsvindt, heeft deze beurs wel ontzettend veel voeten in de aarde. We beginnen met niks, dus het heeft een hele lange opbouwperiode. Het begint met ontzettend veel vergunningen aanvragen om hier überhaupt te mogen bouwen. Het opzetten van de paviljoens, de tenten eigenlijk. We hebben een tentenbouwer die daarin gespecialiseerd is. Die begint 2 weken voor de opening met het bouwen van paviljoens. Dan beginnen de standbouwers. Maar dan moet ook wateraansluiting, internetaansluiting. Er komt een hele hoop bij kijken hier. En dan pas de laatste dagen wordt er ingericht door al onze deelnemers. Die hebben 2 dagen de tijd om hier te gaan in te richten. Met 95 deelnemers is dat ook wel een logistieke uitdaging. Melden zij zich bij u aan of selecteert het kantoor welke deelnemers hier mogen staan? We nodigen heel veel deelnemers zelf uit, die wij heel graag hierbij willen hebben. En daarnaast melden zich ook een aantal deelnemers zelf aan, die dan door een selectiecommissie van ons beoordeeld worden of zij voldoen aan het level van kwaliteit dat wij graag willen waarborgen hier. En daarmee worden er een aantal wel bij toegelaten en een andere niet. Maar er zijn er ook altijd een aantal die wij heel graag zelf erbij willen hebben, dus die wij ook echt actief werven. En zodoende is de beurs weer heel snel volgekomen dit jaar. Ja. Meneer, hoe vindt u het hier op de Art Breda? Het is heel mooi ingericht. Het is wel een beetje druk, maar het is zondag, dus dat is normaal. We hebben al 1 ding gezien wat we graag willen kopen. 2 engeltjes voor boven een bed. Meneer, u bent hier galeriehouder die hier staat. Hoe vindt u het hier om op deze beurs te staan? Ja, we staan hier voor de tweede keer, tweede jaar. Op hetzelfde plekje. Stand 94. En fantastisch. Gisteren hebben we de feestelijke opening gehad. Met heel veel publiek. Goede zaken ook gedaan. Goede aftrap gehad. En wij zijn een galerie gespecialiseerd in moderne Chinese kunst. En trekken heel veel bekijks. Omdat we dingen laten zien die soms wat anders zijn dan de andere dingen. U zegt u heeft ook al wel wat kunnen verkopen. Dat is natuurlijk erg prettig, denk ik, als galeriehouder. Ja. Is dat ook het doel van deze beurs of is het meer bekendheid aangeven? Nou, uiteraard is verkopen wel doelstelling 1. Het kost heel veel geld als investering om hier te staan. Maar het tweede voordeel natuurlijk is dat er heel veel mensen komen, duizenden mensen, die langs je galerie komen. En het merendeel kent onze galerie niet, zeker in ons geval, want wij bestaan al maar 4 jaar. Dus voor ons is het ook een hele goede advertentie om op deze prestigieuze beurs te staan.